Dag allemaal, dit is Binnen al jaren van donderdag 4 augustus. We hebben vandaag centrale cliëntenraden op cursus en de weggeefkast. Natuurlijk sluiten we ook weer af met onze weerman André. Blij dat je kijkt naar Binnen al jaren van donderdag 4 augustus. De centrale cliëntenraden zijn er voor alle cliënten van Aliade. Ze praten mee over zaken die Aliade beslist. Dat is natuurlijk wel belangrijk werk en ook wel moeilijk. En daarom gaan de cliëntenraden 2 dagen op cursus. Heb je wel eens gehoord van de weggeefkast? In deze kast staan allemaal spullen en als er wat leuks voor je bij staat, mag je het meenemen. Ja, mijn naam is Arie van Ossel. En dit is weggeefkast. Weggeefkast en er zit allemaal spulletjes in en die spulletjes kun je weggeven en er komt weer nieuwe bij. Dus als ik het goed begrijp, Arie, mag ik hier spulletjes uithalen en moet ik daar dan ook voor betalen? Nee. En ik kan hier ook spullen die ik zelf heb, maar niet meer gebruik, die kan ik hier inzetten. Ja. Die ik iemand anders weer gun. Ja. En heb bed gemaakt. Doppen. Zakjes doppen. Als mensen zakken doppen hebben. Mensen zakken doppen hebben. Dan komen mensen zakken doppen brengen. Van het beesten. Oké, okay. Blinde geleidehonden, ja, toch? Ja, blinde geleidehonden. Daar kun je doppen voor verzamelen, hè? Ja. En die doppen kunnen dan in die laadjes? Ja.
Dit was Binnen alle jaren van donderdag 4 augustus. Wil jij ook iets vertellen over je vakantie, of over je werk, of over je pizza? Of heb jij wel een afspraak bij de kapper kunnen maken? Laat het ons dan weten op binnen@alliade.nl en wij komen naar je toe deze zomer. We sluiten weer af met onze weerman André. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Binnen alle jaren. Goedenavond, dames en heren van Binnen alle jaren. Nu sta ik bij de kersen in deze kast. En dat vind ik ook wel even leuk om hier eens even een weerbericht van jullie op te nemen. En ik laat jullie ook even weer wat mooie weerfoto's zien. Hier komen ze. Vrijdag starten we dan ook nog mee van het oosten nog. Lokaal nog wat regen, nog van die onweersbuien, nog wat van die restanten. Geleidelijk trekt het dan naar Duitsland weg en verwacht ik dat hier daar de zon nog even door kan breken. Misschien nog een enkel buitje verder nog, maar het algemeen droog weer. We hebben ook daar nog een stevige noordwestenwind, windkracht 1 tot 3 boven land en windkracht 5 aan zee. Het wordt daar zo'n 19 graden in het noorden en zo'n 20 graden, dus ook in het noorden van Nederland. Tot lokaal nog 25 graden in Limburg. Dat geldt er voor de vrijdag. Daarna hebben we dan tot en met dinsdag nog mooi en zonnig weer, lekker droog weer. Met overdag temperatuur van 18 tot 23 graden, in de nacht van 10 tot 13 graden. Vanaf dinsdag keert de wisselvalligheid weer meer terug en dan kan er wel weer eens wat meer regen gaan vallen. Maar tot die tijd is het nog heerlijk weer om erop uit te gaan. Ik zou zeggen, geniet ervan. Tot zover het weerbericht weer voor Binnen alle jaren. Volgende week donderdag zijn we weer met een nieuwe weerbericht. Ik wens jullie een heel fijn weekend toe en geniet er ook vooral van. Doei doei!